Het is zaterdag 29 april, alweer de laatste dag, al lijkt de aankomst in Houston alweer tijden geleden. We gaan vanmorgen naar een stuk woestijn buiten het park, waar diverse rangers liggen. Hier woont al bijna 30 jaar een Carolyn Old Johnston. Je hoeft maar een mailtje te sturen en dan kun je gewoon langskomen. De weg ernaartoe is lastiger dan gedacht en we rijden daarom ook een paar keer verkeerd. En wat later dan gepland, maar nog wel ruim voor een hele grote groep vogelaars die vandaag verwacht wordt, komen we aan. We beginnen bij de hide, of beter gezegd een zonnescherm. Er komen hier een aantal bekende soorten voorbij, zoals Viroloxia, Marbled Quail, Varied Bunting, White Winged Dove, Brown-headed Cowbird, Curved-billed Thrasher, House Finch. En na enige tijd ook deze nieuwe Green-tailed Towhee, een soort van West-Amerika. En oh ja, hier ook heel makkelijk Lucifer Hummingbird. Zo is hij wel heel erg makkelijk, maar dat geeft wel kans op een slow-mo. Deze is mis, deze ook, en dan raak. Er zit hier ook Lazuli Bunting, maar die krijg ik er helaas niet op. Deze White-crowned Sparrow loopt door een spijkerbed. Er heeft heel wat werk ingezeten, al door Carolyn, om de feeders bear-proof te maken. De zwarte beren uit de bergen zwerven, voornamelijk in de winter, hier rond en halen alles overhoop. Ze denkt nu de formule gevonden te hebben. Terwijl de grote excursiegroep nog steeds niet gearriveerd is, zegt Carolyn: "Volg mij maar, ik heb een verrassing voor jullie." En wat zit er daar opeens op een meter of vijf? Twee elfhaals. Ze houden ons nauwlettend in de gaten. Terug bij de hide komt de excursiegroep vrij snel, maar Carolyn constateert bij een tweede inspectie dat de uilen weg zijn. Het was alweer een hele tijd geleden dat ze die had gezien. Begin er maar beter niet over, zegt ze. Behalve feeders en wat bosjes is hier ook een pond. Daar zit deze doortrekkende Noorse waterlijster, wat claycolored sparrows, een zingende belsvireo, en eindelijk weer eens een nieuwe Empidonax. Die had ik echt veel vaker verwacht, maar blijkbaar zijn ze niet zo talrijk. Maar welke is het? De excursieleider denkt aan een Hammond Flycatcher. Commentaar is welkom. Omdat we vanmiddag nog een eind moeten rijden, is het alweer tijd om te gaan. We doen een donatie in de bus. Carolyn bedankt. Als afscheid kijken we nog één keer naar de Lucifer Hummingbird, die zo in een Yucca toch wel een heel stuk lastiger is. Hij schijnt hier trouwens te broeden in de struiken tegen de berghellingen, die niet al te ver vandaan. Nou, Big Bend was een enorm succes, enerzijds vanwege de soorten, anderzijds vanwege de landschappen, waar Texas aan de kust toch wat tekort schiet. En het is ook een ontzettend alternatieve bestemming met weinig Europese toeristen.
Voordat we de lange trip naar El Paso maken, maken we nog een korte stop bij Fort Davis. Ooit Indianenkamp en daarna in militaire post. Onder de indruk van de wel 150 jaar oude gebouwen of hun funderingen lopen we hier een rondje. Er zijn hier een aantal goede vogelplekken, maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Vervolgens rijden we over eindeloos rechte wegen naar El Paso. Nog een vermeldenswaardige waarneming is roodrummer nummer 12, die verrassend hoog over de snelweg vliegt. Vlak voor El Paso stoppen we nog bij een aantal zoetwaterplassen, waar in de zinderende hitte en de nog hardere wind een gemmelskweel zit te zingen. De gemmelskweel lijkt erg op de veel bekendere Californische kwartel, die op veel plekken in de wereld is geïntroduceerd, maar deze zit wat oostelijker. Behalve een grote franjepoot en wat Mexican duck zien we niet veel meer en we rijden tegen donker El Paso in, waar we in een motel zitten om de hoek bij de luchthaven. En zo komt er een einde aan dit reisverslag van 2 weken Texas. Het is allemaal goed verlopen en uitgepakt. En behalve deze reis zelf, is de productie van deze filmpjes een reis op zich. Enerzijds door alles te hebben leven, anderzijds ben ik gaan inspreken en heb ik weer stappen gemaakt met de montage. Heel misschien kom ik nog met een samenvatting, samen met wat logistieke tips en tricks. In ieder geval bedankt voor je interesse en tot zover mijn reis in de Lone Star State.